S'ochtends rond, ik vermoed dat het rond de 8 uur of 9 uur was. Kinderwagen, alle spullen erin, eten erin, een geldkoffer erin. En zo gingen we op pad. Mijn moeder dus met mijn broer en mijn zus. Eerst vanaf het sportpark, zo binnendoor door het Maasbos. Van het Maasbos er weer uit en zo richting Rijsbergen, Sundert. Doordat op een gegeven moment we op de weg liepen en daar kwam een vliegtuig omlaag met een tututut. En alles dook in de sloot. Mijn moeder lag in de sloot, ik, mijn zus, maar mijn broer lag midden op de weg. Laat nou aan de overkant zitten Franse militairen en die zien mijn broer liggen. Dus die pakken mijn broer op en sleepten hem mee bij die militairen in de sloot. Met gevolg, ja, mijn moeder, mijn kind. Dus die steekt die weg over en die staat in die sloot tegen die Fransman. Met gevolg dat hij zegt, hè, niet kletsen, jij banks. En die dacht mijn moeder zo omlaag. Wij zijn niet verder gegaan als Sundert. En daar zijn we bij een boer en dan werd er dus, ja, de koeien die stonden buiten. Dan werd er stro in de stallen gegooid en ja, daar sliepen we op. Met een kleine, nou ik denk een kleine 60. Iedereen had dus in het sportpark één hoofdvertegenwoordiger voor een bepaalde groep, voor een bepaalde straat. En die gaf dan het commando. Die sfeer was heel goed. Kinderen, wij speelden dus met de andere kinderen, de ouders, ja, kennen elkaar. Mijn buurvrouw, dat was een protestant. En mijn ouders waren katholiek. En mijn moeder, ja, die zat natuurlijk aan de rozenkrans te bidden. En toen zei mijn buurvrouw, mevrouw Mollier, die zegt tegen mijn moeder, ach buurvrouw, mag ik ook eens even vasthouden en mag ik ook even mee bidden. En het heeft geholpen. Het heeft geholpen. Want na een paar dagen kreeg je die bericht. Ja, dat we terug konden keren. Er was niks gebeurd in Breda. De mensen die waren heel eerlijk, want we gingen te voet terug naar huis. En dan lagen langs de weg wel honderden fietsen. In plaats van een fiets te pakken en naar huis te rijden en naar het politiebureau te gaan en zeggen van ik heb een fiets gepakt. Maar dat was, de mensen waren heel eerlijk.